Scheveningen. Blijf dromen, want elke droom telt. Naar de bioscoop. En we moeten nu weg. En ik ben nu niet klaar. En Sarah ook niet. We zijn wel bijna klaar. Dus even mijn spullen pakken. En dan gaan we. En ik ga naar de Jamila film. Heb je er zin in? Ja. Ja, dat wilde je zo graag. Hè? Ja. Hand voor je mond. Oh, een Sinterklaasfilm. Ja, dat komt ook. Maar kijk eens, daar is je film. Kijk, hier is je film. Misfit. Daar ga je naartoe, hè? Met Jamila, wat je zo graag wilde. Heb je zelf even al gevonden? Heel goed. Hier. Het is al 5. Zie je? 5. En dan 5. 6 en 7. Nou, stoel 6 voor een 6-jarig meisje. Die ik bijna niet zie, want het is heel donker. Mama? Hallo. Droom telt. We zijn weer thuis en de film was echt heel leuk. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel leuk, Sarah wordt wat groter. Dus de films worden ook anders en ik vond het echt ook wel een hele leuke film om mee te gaan. Maar goed, mijn hoofdpijn komt er heel erg op, Sarah is heel erg aan het hoesten. Dus we gaan gewoon lekker even liggen en niks doen in de hoop dat we ons dadelijk wel weer even beter voelen. Nou, het ging net niet zo heel erg lekker, het gaat nu even weer. Ik heb echt het gevoel dat gewoon even alle stress eruit komt. En dat dat zich heel erg uit in mijn nek en heel erg hoofdpijn geeft. Maar ja, ik zal het even mee moeten doen. Pijnstilling helpt nagenoeg niet. Dus het doet gewoon pijn. Ik heb nu even een goed momentje. Dus ik probeer me even nuttig te maken. En ja, dan zien we wel verder. Ik ga me ook verder niet stressen daarover. Aangezien ik denk dat dat het grootste probleem is nu. Ja, alles komt wel wanneer het komt en ik heb nog een paar vlogs online staan en anders ja, dan ga ik ze samenvoegen, komen ze later online. Ik zie het allemaal wel en ja, that's it. Ik denk dat ik maar lekker naar mijn bedje ga op tijd, want die hoofdpijn zakt gewoon echt niet wat ik ook inneem. Zo stom, ze gaat natuurlijk nog in de school. Even snel een bakje en beker klaarmaken. Bijna vergeten. Toch even makkelijk. Gewoon even met een rijtje een bakje. En dan ben ik snel klaar. Water in de beker, dat scheelt. Ja, ik sluit wel gelijk even de vlog af. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik me morgen een stuk beter voel. Ik ga gewoon heel hard duimen, want dat wil ik zelf ook gewoon heel graag. En dan is de vlog waarschijnlijk ook weer wat interessanter. Ik zie je in ieder geval morgen.
Doei doei.